Doe die meneer daar. Doe die meneer daar. Ja, dat is gewoon wel standaard. Hallo, kunnen we even kijken, is er wel een teamnummer? Is er wel een teamnummer? John van Beek 200. Goedemiddag, hallo, we zijn hier bij Haaskamp, geloof ik, hè? Met wie heb ik het genoeg, hè? Wat? Hoe heet je? Zoe. Ja, hoe is het trouwens gegaan, de eerste maand? Goed gegaan? Hoeveel ben je geworden? Vandaag heb je meer derde. Oké, netjes toch? Je gaat naar de tweede maand rijden zo, ja. Ga je goed proberen? Ja? Oké, nou leuk. Succes, sterkte, hè? En erop blijven zitten, niet vallen, hè? Nee. Ik ga wel door. Ik net wel. Hallo, goedemiddag. Hoe is je naam? Justin. Waar kom je vandaan? Gouda. Gouda. Oeh, dat is bij Utrecht toch? Gouda? Hè? Ja. Richting Den Haag, hè? Die kant op, of niet? Ja. Hey, hoe is het gegaan trouwens in de eerste maand? Goed. Ja? Ja. Wat voor plaats ben je geëindigd? Vijfde of zesde. Oh, netjes toch? Ja. En hoe is de baan trouwens? Ja. Ik kom weer aan en is de baan goed of te rijden? Ja. Hey, veel blubber of valt mee? Valt wel mee. Ja? Oké, nou goed. Je gaat zo de tweede maand rijden? Ja. Ga proberen. Je hebt een mooie helmcamera, zie ik, of niet? Ja. Maakt hij mooie beelden, HD-beelden? Ja. Oké. Nou, misschien kan ik een kaartje van je nemen, dan kan ik het monteren, ja? Hey, succes in de tweede maand, ja? Dankjewel. Vandaag lekker eigenlijk. Hey, zijn ze er weer, hey? Van Hamstra? Ja. Je ziet het wel, hè? Het zijn altijd dezelfde die hier vooraan staan, hè? Kost wat, heb je ook wat? Ja, bedoel ik. Hé, hoe is het gegaan trouwens? Huh? Is het goed gegaan? Ja. Ja? Eerste maand? Ja? Ging goed. Zo, ja? Mooi. Ja, super. Ja, hey, hoe is de baan verder? Zwaar. Ja? Ja. Maar dat moet ook, toch? Ja, dus, ja, even rondje rijden. Ik, ja, hou op, joh. Ik ken het niet meer. Ah, joh. Hou op. Gewoon proberen, man. Ja, zeker. Hou op. Hij wil het wel eens een keer weer proberen. Ja, wie? Nee. Is het zo, ja? Ik ben blij dat ik het leven heb, jongen. Hé, hey, maar mooi. Huh? Hier staat hem weer. Hij weet het wel, hè, wat hij zeggen moet, hè? Ja, John van Beek 100. Dat is geen betere. Kijk, dan moet.
Ja, dat is een kleine.
voor de marge nummer 2. Jermie jongeren, zien we die daar stilvallen? Dat lijkt er wel op. Het is Julian Strijk die stilvalt. Yeah.
Thank you.
Oh,
Thank you.
Thank you.
Luis weet hoe je goed uitkwam, hè? Ja. Goed gedaan? Ja, mooi. Ja? Ja. Leuk, ja, super. Ja, kon niet beter. Ja, mooi. En die Noah. Daarom heeft die biertje op in zijn hand. Die biertje dan. Ga even kijken nou. Hey, ja. Bedankt in ieder geval voor het interview, ja? Jo, goed. Ja. Ja, hey, ga even bij handen. Hey, goed gedaan geloof ik, van je vriendin. Ja, ging wel. Beter als de eerste maand, ja. Hoe dan? Vind je niet goed de eerste maand dan? Nee, twee keer gevallen. Oh, dat ging wel. Maar goed, direct goed gedaan geloof ik, toch? Ja, dat is belangrijk. Dat is belangrijk, ja. Hoe moet je twee maand worden dan? Ik zou het niet weten. Ja, je top 10 of zo. Je rijdt voor de hobby toch? Altijd. Ja, nou, niks moet. Hey, hoe was je naam trouwens? Nick. Oké, ik kom ervoor dat je wordt een beetje ding. Ja. Een beetje vriendin of je vrouw? René. Mooie vriendin, ja. Ja? Hoe zijn er op zijn? Klopt. Hey, succes in ieder geval. Ja, bedankt. Ja, bedankt, hè. We zien elkaar binnenkort de herfst, hè. Hij kan weer van 20 kort komen, hè. Zeker. Oké, bedankt. Komt. Dan is het even. Rob Bloemers is voor te kiezen. Kijken of ik iemand een mooie doen. Ja, en dan weer het uur gaan beginnen. De elektrische stannetje heeft het goed. Ja, 5 water, 3. Dat ging niet op. Meeuwen zit die tweede maasje, daar ben je in de hut. De regen heeft een vangtje 2 keer meter verloren. En dan moet je maar weer hier naar je hoek gaan maken. Geef mij even dus.
Ik heb de volgende
inmiddels toch deze man over aan moet laten gaan. De winkel kan niet aan de hand. Je zou er wel de streep door moeten blijven rijden, want ik ben bij je in de buurt. En als ik het gaatje zie, dan gooi ik het ertussen. En zo maken ze de wedstrijd hier die mannen bij de senioren. Mike zit er niet liegen. Want het is wel graag in de halve 27. En aan je gebeurt. Rieters die de voorbeeld heeft gedaan. Ja, en dan is het toch Mike Vink die op de een of andere manier in een foutje weet te brengen. De brug gaat staan op Mike Vink en Vink die hier dus de hal aan hem wilde zeggen, mag gaan doorrijden. Het gaat te pakken heeft. Ja, en nog even gezien. Mike Vink en Tom er al zelf. Ja, ik had hem hier. Dan is het daar achter een plaatje in het verboek. Want daar zijn we even tussenaan. Jan van Bouw, bouw die even. Nou, hier is de aanleiding. Mike Vink, hier is de rijder. Grote voor van de middel op de tweede man. Mark Vink heet naar onder afrijden. Jappie Jappie is achter de man. Met uit de nummer 15 deze wedstrijd. Zou het die bereider zijn? Die zou het Alphen heeft nog een ronde. En dan mag hij met onze hele half hier naar huis. Wesselbos op de derde vaart. Nog één keer rond de zin. Het laatste beurtje. En daar is hij hoor. Twee man drie. Op die tweede plaats. Laatste van Eindig en ik leven. Maak er nog een tweede man hoor. Grappig getreden. Er zat er net niet in. Linkers hier als tweede algemeen. Ja, niet te verdenken. Van die kosten. De achterkant, nog even de tweede hoor. Kevin Kies. Met Jan aan de buitenkant. Nee, dan gaat het niet lukken. Kies hier dan de goede aanhaak. En Kies die hier afduidelijk op de bal aanwacht. En als hier de kosten helemaal toevallen na de laatste kans. En dan gaat het nog niet meer achterop. Dan is die kosten niet te verbreden. Nou, dat is een paar kaartje. Zijn we allemaal in het. Internationaal, ook Voorthuizen. Hoppa, Voorthuizen. Voorthuizen is erbij. Ja, maar je hebt ook wat, hè? Ja.
alles goed hier? Alles onder controle, ja? Zeker. Mooi. Wat is hier aan de hand? Gevallen? Nee. Oh. Stop mee, een beetje zwart. Beetje zwart. Nou, ze heeft een mooie zwarte voet of niet? Moet ze bad even houden? Ja, ik heb het gedaan. Nou, valt mee, hè? Ja. Waar jij aan dit, hè? Niks aan de hand. Ja, zo kan het ook, hè? Hey. Ben je dan een beetje vol al hier? Ja, even ja? Lachen hoor. Even lachen naar het vogeltje, hè? Doe het dan. Met een mooi weer hier naast kamp, hè? Ja, prachtig. Oh, mooie fitplaats, hè? Ja, lekker een zonnetje. Dan pak het ons niet meer af, hè? Nee, zeker. Zo lach vertellen. Hij staat er nou toch vlakbij. John van Beek 100, dan moeten we even opzoeken op YouTube. Dan kunt u alle filmpjes van vandaag weer zien. Alle klasses en ook van andere wedstrijden. Hij heeft heel wat mooie beelden. John van Beek 100, toen zat wanneer op YouTube. En dan komt het helemaal goed. Hele mooie motorsportfilmpjes. En vooral de motorcross, die volgt die man van haven tot gort en van A tot Z. Mooi werk dus. Wij gaan hier hulde, dames en heren. Zomercross 2015 van de Mark Haskamp. 49 jaar jong deze vereniging. Volgend jaar 50 jaar. En dan gaan ze Abraham zien en dat gaan we op een hele bijzondere manier doen. Maar daar gaan we u nu nog niks over vertellen. Dat hoort u in de komende maanden nog wel. We gaan naar het jubileum toe. We gaan huldigen, dames en heren, de 65e zee, kleine wielen. En daar vandaag een derde prijs voor Wessel van Wijk. Lekker Wessel! En dan gaan we, terwijl Wessel de bloemen krijgt, door naar de tweede plaats. Daan Legemaat. En Daan die denkt, ik loop gewoon een trappetje over en dan kom ik aan de goede kant uit. Hij heeft goed zijn best gedaan vandaag, een mooie wedstrijd laten zien. Maar de grote winnaar vandaag in de 65e kleine wielen, Daniel Riemsdijk. Zo, en over hem een mooi bosje bloemen. En dan even omdraaien, jongens. En dan eventjes een heel groot applaus voor onze winnaars in de 65 kleine wielen. Daniel Riemsdijk, Daan Legemaat, Wessel van Dijk. We zien ze hopelijk in de komende winter terug op Dabbel over de laatste maal. We gaan naar de 65 grote wielen, dames en heren. Daar vandaag een hele mooie marge gereden. Derde plaats vandaag, Milan Strijk. Als tweede geëindigd vandaag Jeremy Jongerden. Dan gaan we naar de winnaar van Dijk. Overtuigend vandaag hoor, Niels Dijk. Niels Dijk vandaag dus de winnaar in die 65 grote wielen. Zeer overtuigend overwinning, dat mogen we ook wel zeggen. Dan zie je, mag je uw handen over van elkaar voor de man in de 65 grote wielen. Niels Dijk, Jeremy Jongeren, Milan Strijk. 80 jubilee centimeters, kleine wielen. In de 85e zee, kleine wielen. Drie bekers te verdelen vandaag. En de derde plaats is voor Mickey Roes. En Mickey die mag er gaan staan. Dan gaan we naar de tweede plaats. Mike Roes! En dan de winnaar vandaag, wat reed die toch prachtig. Stef Nesselaar!
is voor de mannen in de 85e. Zijn kleine wielen, de mannen en de dame. Dames en heren, mag ik een heel hard applaus voor Stef Nesselaar, Mike Roes en Mickey Roes. De zee, grote wielen. En ook daar zien we drie bekers klaarstaan. En we gaan ze vragen hier naar voren te gaan komen. Dames en heren, de zomercross vandaag. Een derde prijs voor Nikos Lazaro. De beker voor de tweede prijs gaan naar de man uit Lunteren. Wat heeft hij zijn best gedaan vandaag? Randy Kieft! En dan gaan we naar de winnaar, dames en heren. Wat een mooie naam is dat, toch een echte motocross naam hoor. Reggie de Koster. Dan zien we uw plaats voor het podium. Reggie de Koster, Randy Kieft, Nikos Lazaro. En dan de bladzijden die ik heb zijn de MX2 junioren. En ik heb begrepen dat daar 5 bekers voor beschikbaar zijn. Als 5e vandaag geëindigd. Dan zien we uw applaus voor Jordi Zwiep. Dan gaan we naar de man op de 4e plaats, Wout Jan Hooyer. Dan gaan we naar de man op de 3e plaats dan, dames en heren, mag u een applaus voor Thijs Oberlink. Als tweede geëindigd vandaag Willem Hamstra. Maar de cup met de grote oren is vandaag voor de stand nummer 99, Henk Pater. Zo, geef een applaus mee, dames en heren. Henk Pater, Willem Hamstra, Thijs Hoveling, Wout-Jan Hooyer en Jordi Zwiep. Junioren Dylan Belgraaf. De 4e plaats, Bas Broekhuizen. Dan gaan we naar de man op de 3e plaats met 2 tweede plaatsen. Dat was vandaag net niet voldoende, Roberto Baus. Kijk, een jong geleerde zelf gedaan, dus de jeugd gaat mee. Ja, Roberto, je mag al 3 gaan staan. Je was wel 2 keer 2, dat heb je wel goed gedaan. Ja, er waren er 2 beter, die werden allebei 1 keer 3 en 1 keer 1. De 2e plaats vandaag, Arnold Fluit. En dan gaan we naar de winnaar vandaag met de zege in de 2e marge. Stelde hij de totale overwinning duidelijk. Dan zien we applaus, Jacco Masterbroek. Yeah.
Zo, maak ik de handen op elkaar voor de MXN junioren. Jacob Masseroek, Arnold Veld, Roberto Baas, Bas Broekhuis en Dylan Delvraat. Oftewel de veteranen, de 35-plussers. En daar is vandaag de derde prijs voor Niels Walters. De tweede plaats, Jan Heimessen. En Jan die kan er tevreden mee zijn. En dan gaan we naar de winnaar hier van vandaag. Hij staat al weer lekker te lachen. Daar zie je mag ik weer plaats, Michael Visser. Zo, de veteranen. Ik zou zeggen, draai je nog even om, mannen, voor het publiek. Michael Visser, Jan Heimessen en Niels Walters. We hebben toch een mooie wedstrijd gezien, ook bij die mannen. Derde plaats vandaag. Hij ging er nog een keertje af ook aan het eind. Mag u applaus aan zien voor Jarno Bouw. Maar op de tweede plaats vandaag, een van de Bultinis. Dames en heren, mag ik applaus voor Thijs Bulten. En dan gaan we naar de winnaar in de MX2 senioren, startnummer 199, Donnie de Koster. En vlaams dames en heren, MX2 senioren, Donnie de Koster, Thijs Bulten en Jarno Bouw. Het laatste lijstje hier en dat zijn de MX1 senioren. En daar vandaag als derde geëindigd, Wessel Bos. De tweede plaats, wat heeft hij dapper gestreden vandaag, maar was hij er ziek van aan het eind. Dames en heren, maak u applaus voor Nick Leekers. En dan, dames en heren, vandaag de winnaar bij de senioren. Ja, als de anderen foutjes maken, dan moet je ervan profiteren. Dat heeft hij optimaal gedaan. Dames en heren, uw applaus voor Mike Vink. Geef een applaus aan hier, onze MX1 senioren Mike Vink, Nick Leekers en Wessel Bos. Nou, dan hebben we het podium leeg en dan zou ik bijna nog één groep op het podium willen vragen, want dat zijn er veel te veel verdachten om. Maar dames en heren, voordat we hier gaan afsluiten, wou ik u toch ook nog even vragen om een applausje voor al die vrijwilligers van de Bakhuiskamp en het Rode Kruis die het hier vandaag weer mogelijk hebben gemaakt. En ik denk dat ze een hele mooie job hebben gedaan. We hebben weer een prachtige zomerkras gezien. U kunt hier nog even lekker terecht bij de catering voor uw natje en uw droogje. En dan zeg ik heel graag tot volgend jaar. En in ieder geval tot de komende Wintercup. De allerlaatste maal op Dabbelo. En daar moet je optimaal van profiteren. Dan heb je tenminste nog een keer gereden op dat legendarische circuit. Dames en heren, bedankt voor uw aanwezigheid. Wel thuis. En heel graag tot de volgende keer.